stuur je in, gas erop en dan voel je die achterkant een beetje duwen. Vlog. Mijn naam is Peter Hillhorst en vandaag heb ik onder mijn rechtervoet het gaspedaal van een spraakmakende klassieker of een bijzondere youngtimer. Rij mee met Peters proefrit. Het is de succesvolste rallyauto ooit en dit is de ultieme straatversie. Het is de Lancia Delta HF Integrale Evo 1. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Peters Proefrit. Met vandaag dus de Lancia Delta HF Integrale Evo 1. De ultieme homologatiespecial van de meest succesvolle rallyauto ooit. De eerste generatie Lancia Delta is geproduceerd tussen 1979 en 1994. En die auto vormde de basis voor de latere rallykanonnen. Dat begon in 1986 met de Delta HF 4WD. Die werd opgevolgd in 1987 door de Delta HF Integrale, de achtklepper. In 1989 kwam de Delta HF Integrale, de 16-klepper. En in 1991 kwam de Delta HF Integrale Evolutione, ook wel de Evo 1 genoemd. Nou ja, in 1993 kwam er ook nog een Evo 2. Maar op basis van die Evo 2 heeft de fabriek nooit een rallyauto gemaakt. Dus de Evo 1 is echt de ultieme homologatiespecial voor de rallysport. Nou, er zijn in totaal 44.000 Delta Integrales gemaakt. Dus die auto was echt een heel groot succes. En Lancia was heel dominant in het WK Rally met deze auto. Ze wonnen 46 van de 67 WK rallies waar de Delta aan meedeed. En ze wonnen tussen 1987 en 1992 wonnen ze 6 WK-titels voor de constructeurs op rij. En dat record staat nog steeds. En deze Evo 1 is de ultieme straatversie van die dominante rallyauto. Deze Evo 1 nam in 1991 het stokje over van de integrale 16-klepper. En er zijn allerlei verbeteringen aan deze auto gedaan, zodat Lancia die mocht homologeren op de rallyauto. Zo heeft deze Evo 1 veel grotere spoorbreedtes. Voor en achter meer dan 5 centimeter breder dan de 16-klepper. En daardoor heeft hij ook veel bredere spatschermen. En die spatschermen zijn nog verder uitgebouwd dan bij zijn voorgangers. Hij heeft een andere motorkap. Die bult die erop zit, die is nog breder. En er zijn ook nog wat extra uitstroomopeningen gemaakt om warme lucht uit die motorruimte te krijgen. De voorbumper is breder, heeft meer koelopeningen en de koplampen zijn een stuk kleiner in diameter. De remmen zijn opgewaardeerd, het onderstel is verbeterd. Hij staat op prachtige 15-inch Speedline Monte Carlo wielen. Die zijn veel lichter dan de wielen op de 16-klepper. Onder de motorkap zijn er ook een aantal dingen aangepast. De veerpoten die zijn verhoogd, zodat die auto langere veerwegen kon hebben in de rallysport. Er is een veerpootbrug aangebracht. Aan de achterzijde heeft hij een andere bumper met maar één uitlaat. Die voorgangers die hadden aan elke kant een uitlaat. Nu heeft hij maar aan één kant een uitlaat. En hij heeft die verstelbare achterspoiler boven de achteruit. Die is in 3 standen te verstellen. Dat waren allemaal functionele verbeteringen voor de rallysport. Zodat die rallyauto nog sterker, nog dominanter kon zijn in het WK Rally. Maar dat zorgt er ook voor dat deze Evo 1 de ultieme versie is om te zien. Het is bruut, het is agressief, maar het is ook een stijlicoon uit de jaren 90. Buiten is het een stijlicoon, maar van binnen ook heel veel van die hele mooie Veglia-metertjes. Toerenteller die gaat met de klok mee van onderuit. Dat is een beetje verwarrend, slecht afleesbaar. Kilometerteller is ook bijna niet af te lezen. Die begint pas boven de 100 in mijn zichtveld te komen. Maar ja, het ziet er gewoon heel sfeervol en mooi uit. En dit is mogelijk zelfs een hele zeldzame uitvoering van die Evo 1. De zogenoemde Giallo Ferrari uitvoering.
Op de originele aankoopbon uit 1992 staat het niet vermeld. Deze auto komt uit Italië en die Italianen, ja, die zijn nooit zo zorgvuldig, maar deze auto voldoet helemaal aan de kenmerken van die speciale uitvoering, waarvan er dus maar 400 zijn gemaakt. Hij heeft namelijk dit Ferrari geel, hij heeft deze leren Recaro stoelen met zwart geperforeerd leer, hij heeft airconditioning en hij heeft ABS. En dat zijn alle kenmerken van die Giallo Ferrari uitvoering. Dus dat is nog een beetje onduidelijk. Maar is het niet die speciale uitvoering, dan is het nog een hele speciale uitvoering van de Delta. Deze Evo 1 werd ook motorisch aangepakt. Hij heeft dezelfde 2 liter 16 klepper 4 cilinder turbomotor als in zijn voorganger. Maar hij kreeg wel iets meer pk. 210 pk bij 5750 toeren en 300 Nm bij 3500 toeren. Handgeschakelde 5-bak. Uiteraard heeft deze Delta Integrale permanente vierwielaandrijving. Hij heeft een centrale visco-koppeling en die stuurt 47% van de aandrijfkrachten naar de vooras en 53% naar de achteras. En in de achteras heeft hij ook nog een torsendifferentieel. En dat sperdifferentieel in de achteras moet ervoor zorgen dat hij een achterwiel aangedreven karakter heeft. Maar wel met de tractie van een vierwielaandrijver. Hij weegt 1220 kilo, heeft een topsnelheid van 220 km per uur en sprint in 5,7 seconden naar 100. 5,7 seconden. Deze auto is meer dan 25 jaar oud. Dat waren toen echt buitenaardse prestaties. Hè. Sneller dan een Ferrari Testarossa uit die tijd. Sneller dan heel veel Porsches uit die tijd. Deze auto was niet alleen dominant in de rallysport, maar deze auto was ook heel dominant op straat. Als je er zo mee rijdt, dan is duidelijk een 3500. Dan jaagt hij door naar 6000 toeren, maar onder de 3500 is hij eigenlijk al best wel soepel. Hè? Mijn vorige proefrit, misschien kun je het nog herinneren, die Escort RS Cosworth, die had een veel grotere turbo. Dat was een veel piekerige motor. Deze motor is veel soepeler. Ik laat hem even terugzakken. 1500 toeren geef ik gas. Nou, pakt hij eigenlijk soepel op. En dan bij 3500. Oh. Ja, dan gaat hij echt stappen maken. Ja. En dan schakel je op. En dan valt hij weer precies boven die 3500. Zodat hij altijd in het, ja, altijd op de koppelpiek van die motor zit. En dat was bij die Escort ook anders. Hè. Dan moest je soms even wachten, omdat die versnellingen veel te lang waren. Deze bakverhoudingen zijn veel beter op elkaar afgestemd dan die bakverhoudingen in die Escort Cosworth. Ja, dit is echt een motor die veel soepeler is, maar ook echt giftig is als die turbo op stoom komt. Je hoort hem sissen, je hoort hem blazen. Ja. Oh, 6000 toeren. Ja, er zit er echt nog heel veel snelheid in deze Delta HF Integrale Evo 1. Hij staat heel vierkant op zijn wielen door die grote spoorbreedte. Je zit een beetje hoog in de auto. Die stoelen staan een beetje hoog, die Recaro's. Stuur staat ook een beetje schuin, maar je moet gewoon lekker dicht op het stuur zitten. Dan heb je een hele betrokken, ja, rijpositie. En deze auto is echt fantastisch om te rijden. Hij stuurt super scherp, met super veel gevoel. Hij rolt wel iets, maar je merkt dat hij enorm grote spoorbreedtes heeft. En daardoor is er, ja, heel veel grip. Dus heel veel communicatie met dat onderstel. Dat onderstel is niet bikkelhard. En over zo'n drempeltje gaat hij prima overheen. Best wel lange veerwegen heeft hij ook. En dan hier komt die turbo er weer in. Volgende versnelling. Insturen. Zet hij zich. En je voelt die achterkant op het gas een heel klein beetje duwen. Hè? Alsof hij het onderstuur wil voorkomen. Omdat hij net die neus naar binnen blijft duwen. Door aandrijfkrachten naar het buitenste achterwiel te sturen. Dat is echt goed gedaan. Haakse bocht. Terug naar 2.
stuur je in, gas erop en dan voel je die achterkant een beetje duwen. Oh. Door naar 3. Volgende bocht. Insturen. Stuurt super scherp in. En gas erop. Tractie. Wat een fantastische wegligging. Zeg, je kan echt gooien en spijten met deze auto. Hij geeft zo ontzettend veel vertrouwen en feedback. Zodat je altijd weet hoe de grip verdeeld is over voor en achter. En je voelt aan alles dat deze Evo is doorontwikkeld tot een onverslaanbaar rallywapen. Deze Evo 1 komt uit 1992, heeft 52.000 kilometer gelopen, staat te koop bij Classic Park in Bokstel en ze vragen €79.990. Deze auto komt uit Italië en de verkopende partij heeft alle boekjes erbij, rekeningen, zelfs de originele aankoopbon. Maar het is nog steeds niet helemaal duidelijk of dit nou zo'n zeldzame Giallo Ferrari uitvoering is. En of het nou een limited edition is of niet, een Evo 1 is sowieso heel speciaal. En die kleine €80.000 is tegenwoordig een gangbare prijs voor een Delta HF integrale Evo 1. En voor dat bedrag krijg je de ultieme homologatie special van de meest succesvolle rallyauto ooit. Een stijlicoon uit de jaren 80 en 90.